Goeie avond allemaal. We zijn nu bijna, die mooie Mandela is nu bijna af. En dat is dus gedaan met luminance 76 kleuren. Dus dat is een potlood op basis van olie. Ik heb u dat in mijn vorige filmpjes al voorgesteld. Dus nu ja, is het enkel nog een beetje de afwerking. En daar is mijn kleurencirkel. Ai. Je zult nu zeggen, ja, kleurencirkel, maar je ziet toch hoe mooi dat is, dat blauw tegenover dat roos dan, hè, dat is de complementaire kleur, en mauve, en dan rood tegen oranje en een beetje bordeaux. En zo krijgt u toch een heel mooie kleurencontrast. U bent natuurlijk vrij van te doen met uw tekening wat u wilt. Ik zal de kleurencirkel eventjes langer in beeld houden. En ik zal hem misschien vermelden dat u hem dan kunt downloaden in de aftiteling. Dus ja, voor u, diegene onder u die nog geen kleurencirkel hebben. Ja. Heel veel is daar niet aan. Dat zijn dus de koude kleuren. Tot in de helft. En dan, van hier af aan, begint u met de warme kleuren. En zo bouwt u dus, ja, uw tekening ook op. Gelijk u hier een beetje kunt zien. Dat mag natuurlijk iets afwijken. En natuurlijk, u bent vrij. U hoeft niet met een kleurencirkel te werken. He, u bent zelf baas over uw tekenboek of uw tekeningen. Maar u ziet, ja, dat dus hele mooie kleuren geeft. En er is anders niets aan gedaan als met de luminance. En dan waar het nodig is, een beetje met het flesje de Winsor Newton speciaal voor olie colors. En doet een beetje op uw doezelaar, als het nodig is. Hè? Want soms schrijven ze zo goed uit, alleen tekenen ze zo goed uit, gelijk bijvoorbeeld nu met deze, hè? Met deze kleur. En dan zijn er weer andere kleuren. En wat ik ook moet zeggen van de luminance, is dat u heel ver komt met de punt. Dus het is niet direct dat u gaat moeten slijpen als u een stukje gekleurd hebt. Nee, die gaan een hele tijd mee, die punten. Dus ja, dat is toch een beetje een pluspunt voor zo'n dure potloden. Dat je dat toch een tijdje zult met kunnen kleuren. Je ziet die punt en ik ben nu al. Ik kan daar gemakkelijk heel die cirkel mee doen. En dan gaat die punt nog niet op zijn.
En natuurlijk, als u er met uw blender bent over geweest, van Carandage, hè, dan ziet u de stukken die allemaal geblend zijn, hoe mooi dat ze glanzen. En u ziet dat deze groen heel mooi aansluit bij dat lichtgroen. En ik heb u ook gezegd dat u dan eventueel met markers kunt werken. Omdat het dus maar enkel bedrukt is, hè. Dus als u eens met markers wilt werken, met Spectrum Noir en met de Twin Markers, of met, noemen ze nu weer, met deze naam, de Kropik markers. Ja, daar heb ik er ook een stuk of 20 van. Dat zijn de allereerste die eigenlijk zijn uitgekomen. Dus. En nu, ja, allez, u kunt dat misschien niet zien, omdat u dat op camera ziet, maar dat is dus, ja, daar ligt een glans op die potloden. Dat is wat heel mooi is. Ja, daar kunt u dus, ja, prachtige mandela's mee doen. En dan heb ik hier in dat kleine boekje ook al een beetje aan het oefenen geweest, ziet u. Het is dus ook met de Luminous gedaan. En ja, als ik misschien zo'n beetje kom, het licht. Dus echt een glans op die potloden. Die zijn echt heel mooi. En goed om mee te werken. En als u in lagen wilt werken. Dus bijvoorbeeld met gezichten. Er zijn heel mooie gezichtskleuren bij. Die zal ik u nog eventjes laten zien. Ja, dus. Ik zal u nog even de gezichtskleuren laten zien, die toch wel belangrijk zijn ook als u zo'n beetje van alles doet. Dus ja, dat zijn dan de lichte gele als uitskleur, maar de echte uitskleuren die zitten van onder. Dan moeten we deze nog eventjes wegpakken. En dan hebt u hier, dus ziet u allemaal die mooie uitskleuren. En dat zijn er toch verschillende, waar u dan mooie lagen met kunt opbouwen. Heel veel mooie grijze. Ja. Enfin, ja, er zitten zo wat van alle kleuren. Allee, 76 potloden.
Dat is zo wat alle kleurentonen die je kunt hebben. Dan de bruine Sienna, die je dan ook gebruikt. En de yellow oeker, die ook in alle kleurendozen zitten. En dan de blauwe. En de groene, ja. Allee, ja. Het is dus magnifiek om mee te werken. Dus ja, ik wou u dat nog eventjes laten zien. En dan kunt u daar dus met uw blendertje overgaan. En dan, ja, ik zie natuurlijk het verschil. Op camera zul je dat niet direct opmerken. En ja, ik hoop dat u dat, ja, ook eens probeert. En dan heb ik hier nogal, ben ik hier in een boek bezig. We gaan er eventjes plaats voor maken. Dus ik ben nu aan deze bezig. En dat is met de Intense Druent. Die ik je al voorgesteld heb. Met glitterpennen, pennen en fijnlijners. En dan deze mooie is volledig af. Heel mooi, vind ik. En dan hebben we dus deze van de Mandela's. En zeker deze grote Mandela's. Ja, die zijn dus echt magnifiek. En ja, ik heb het dan getekend en het toeval wou dan juist lukken dat ik aan deze aan het werken was op mijn verjaardag. Dus ja, dat is maar even ter attentie. Dus ja, beste kijkers, ik wens u allemaal nog veel kleurgenot verder met wat u ook doet. En tot ziens. Dag!